Heb jij vaak ruzie met je broertjes? Ja. Ja? Wat vind jij het leukste dier wat er bestaat? Olifant. Een olifant? Zullen we even kijken of dat echt zo is? Nee, je liegt. Ja, en wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag kijken of jullie wel eens liegen tegen papa. We gaan de leugendetector challenge doen. En wat houdt dat in? Papa die heeft op zijn telefoon heeft hij een app, dan kan hij zien of jullie liegen. Dus papa gaat jullie vragen stellen en dan gaat die app gaan vertellen of jullie liegen of niet. Dus dat is wel grappig, of niet? Vinden jullie het spannend? Ja. Zullen we het eerst even uittesten anders? Ja. Nou, dus we gaan eerst even oefenen, want dan gaat papa eerst jullie echte vragen stellen en dan mogen jullie niet liegen. En dan gaan we even kijken of die goed werkt, hè? Nou, dan gaat papa vragen van, hoe heet jij en wat moet je dan zeggen? Nee. Nee, dat is fout. Je moet echt je echte naam zeggen, want dan kunnen we kijken of die goed werkt. Dus, of Jace, hoe heet jij? Jace. Nou, leg je vinger maar op de groene. Oh, even kijken wat hij zegt. Ja, je hebt de waarheid verteld, zegt hij. Nou, dan gaan we dat ook maar eens eventjes bij Bentley proberen. Bentley, hoe heet jij? Bentley. Nou, leg je vinger er maar op. Oh, nou even kijken wat Bentley doet. Ja, Bentley vertelt ook de waarheid. Nou, dus dat werkt wel, denk ik. Hè? Zullen we nog één keer testen of hij het doet? Ja. Ja? Zullen we vragen, Bentley, hoe oud ben jij? Bentley, hoe oud ben jij? 5. Nou, even kijken hoor. Ja, nou, Bentley heeft het weer goed. Nou, kijk, zie je, dus hij werkt wel. En nu gaan we eens proberen om te kijken of hij het ook goed... Ja, bij jou gaan we testen of hij het ook doet als je het fout hebt. Dus Jace, zeg jij eens dat je 4 jaar bent, want eigenlijk ben je 3. Dus zeg eens dat je 4 bent, dan gaan we kijken of hij zegt dat het fout is. Jace, hoe oud ben jij? 3. Nee, dat is goed. Je moet zeggen dat je moet een andere leeftijd zeggen. Zeg maar dat je 5 bent. Jace, hoe oud ben jij? 5. Nou, ga maar proberen dan. Oh, nee, nog een keer. Ingedrukt houden. Nou, even kijken. Oh, hij zegt dat hij liegt, zie je? Hij is rood. Dus dat klopt. Oh, nou ga ik allemaal dingetjes van jullie weten hoor. Nou, dan gaan we maar eens beginnen. Ik denk dat ik maar eens begin. Ik durf niet. Waarom niet? Heb jij zoveel te verbergen? Nee? Heb jij zoveel te verbergen? Jace, zullen we eens met jou beginnen dan? Jace, even kijken. Nee, kom maar zitten. Kom maar zitten. Jace, heb jij wel eens een snoepje gepikt? Ja. Ja? Nou, even kijken wat hij zegt. Oh, hij zegt dat jij inderdaad een snoepje hebt gepikt. Oh, waar heb jij dat gepikt dan? Bij de kapper. Bij de kapper? Die heb je toch gekregen? Heb je ergens anders ook nog een snoepje gepikt? Bij de winkel? Ja. Oh, dat mag niet, hè? Was dat maar 1 snoepje? Of waren het er meer? Waren het 2 snoepjes? Nou, ga maar even kijken of dat inderdaad maar 2 snoepjes waren. Dus dat waren 2 snoepjes volgens 2. Jou? 2? Nou, ga maar even je vinger erop leggen. Nou, even kijken of dat er maar 2 waren. Oh, nee, je liegt. Waren dat er meer? Nou, hij zegt dat je liegt. Misschien waren het er 3. Ja, 3. Waren het er 3? Zullen we dat even kijken?
Gaan we even kijken of het er 3 waren. Nou, ga nog maar een keer proberen. 3. Even kijken. Ja, ja, het waren er 3. Oh, maar dat mag niet, hè? Snoepjes pikken. Oh. Ga je het voortaan niet meer doen? Hè? Niet meer snoepjes pikken? Nee? Ga maar kijken of je dat liegt. Ga maar je vinger opleggen. Ga maar kijken of je liegt. Even kijken hoor. Of Jace geen snoepjes meer gaat pikken. Oh, ja. Nee, je gaat geen snoepjes pikken. Dat lieg je niet. Nou, dat is wel fijn om te horen, toch? Durf jij niet? Waarom niet dan? Kom. Zo, nou ben je er eindelijk toch maar wel bij. Hè? Duurde even, maar nu durf je wel. Oké, we gaan even wat anders aan jou vragen. Denk je dat sneeuwmannetjes bestaan? Nee. Denk je niet dat ze bestaan? Nou, hou je vinger er maar op. Oh, nou gaan we even kijken wat hij zegt. Dus jij denkt wel dat sneeuwmannetjes bestaan. Heb je misschien een keertje over sneeuwmannetjes gedroomd? Nee. Nee? Nou, gaan we even kijken of je een keertje over sneeuwmannetjes hebt gedroomd. Ga maar je vinger erop leggen. Oh, even opnieuw. Nou, gaan we eens even kijken. Je liegt niet, dus je hebt niet over sneeuwmannetjes gedroomd. Hoe kan het dan zijn dat je toch denkt dat sneeuwmannetjes bestaan? Heb je ze een keertje gezien? Heb je ze een keertje gezien in de sneeuw? Ik wel. Of kwam de kerstman een keertje met ze langs? Ik zag een sneeuwman. Nee. Zag jij een sneeuwmannetje? Ja. En even kijken hoor. Maar jij zegt dat je ze niet hebt gezien. Gaan we eens even kijken of je dat niet liegt. Even kijken. Oh, een licht. Dat betekent dat je ze wel een keer hebt gezien. Ik heb hem echt niet gezien. Echt niet? Wat, maar graag, want hij doet het wel echt. Want hij had alles goed. Dus hoe kan dat dan? Ik heb hem wel eens gezien. Oh, je hebt hem wel eens gezien. Op een tekening. Op een dat zal het wezen. Op een teken. Ga maar zeggen. Heb je hem wel eens op een tekening gezien? Nou, gaan we eens even kijken. Ja, je hebt hem een keer op een tekening gezien. Dat is het. Nou, dan zijn we daar gelijk over eens. Nou, Jace, dan gaan we maar weer aan jou. Jace, lieg jij wel eens tegen papa en mama? Nee, lieg jij nooit? Nou, gaan we maar eens even kijken. Nou, gaan we eens even kijken wat hij zegt. Je bent fout. Je liegt wel eens tegen papa en mama. Heb je misschien 1 keertje gelogen tegen papa en mama? Ja, 1 keer? Gaan we even kijken of dat zo is. Nou, even kijken of dat zo is. Ja, je hebt 1 keer gelogen tegen papa en mama. Was dat misschien over die snoepjes? Waarover dan? Wat heb je dan gelogen tegen papa en mama? Tegen een stoel. Oh, dat je tegen een stoel was gebotst. Oh, en wat zei je toen? En wat zei je toen dan? Ik ging ook tegen aanvallen. Oh, er tegen aanvallen. Oh, oké. Okay. Zo, Benly is er weer bij. Nou, Ben, dan ben jij aan de beurt. Moeten we jou ja, ook een hele moeilijke vraag. Ja, ik weet er één. Heb jij vaak ruzie met je broertjes? Ja. Ja? Nou, eens even kijken wat hij zegt. Ja, je vertelt waar. Oh, en hoezo heb je dan ruzie met je broertjes? Wie maakt er dan ruzie? Begin jij dan of beginnen je broertjes dan altijd? Als ik naast hem wil zitten, lopen ze weg. Lopen ze dan weg? Waarom dan? Omdat jij ze pest? Nee. Maar maak jij dan altijd ruzie met je broertjes of maken ze ruzie met jou? Ja, maken ze ruzie met jou? Dan zullen we even kijken of dat klopt. Dus jij maakt altijd, of je broertjes maken altijd ruzie met jou. Nou, ga maar je vinger nog doen.
Nou, gaan we even kijken wat hij zegt. Oh, hij zegt je liegt. Kijk maar, hij zegt je liegt. Het was één keer. Oh, je hebt één keer ruzie gemaakt met je. Misschien maken jullie gewoon altijd ruzie met elkaar. Zal dat het wezen? Oh, even, zullen we kijken of dat het is? Maken jullie altijd ruzie met elkaar? Nou, even kijken. Ja, zie je? Jullie maken altijd ruzie met elkaar. Dat zal het zijn. Maar dat is niet leuk, toch? Hè? Ja. Of, vind je ruzie met je broertjes leuk? Ja. Vind je dat leuk? Ze gaan daar elke keer dan op mij liggen. Gaan ze dan elke keer op jou liggen? Ja. Maar je vindt het wel leuk om een ruzie te hebben met je broertjes. Ja, zullen we even kijken of dat echt zo is? Nou, even kijken. Nee, je liegt. Je vindt het niet leuk om ruzie te hebben met je broertjes. Dus dan moeten jullie maar geen ruzie meer maken, hè? Toch? Gaan jullie geen ruzie meer maken? Tiano weet dat ze niet. Nee, maar dan moeten we dadelijk ook maar tegen Tiano zeggen. Nou, beloof je dan dat je geen ruzie meer gaat maken met je broertjes? Nee? Nou, dan gaan we even kijken of je liegt. Nou, even kijken. Je liegt niet. Dus dat betekent dat je geen ruzie meer gaat maken. Nou, dat vind ik wel leuk om te horen. Toch? En Jason, even kijken. Vind jij de speeltuin leuk? Ja, vind jij de speeltuin leuk? Nou, even kijken of je niet liegt hoor. Nou, even kijken. Ah, hij liegt niet. En wat vind jij dan leuk aan de speeltuin? De glijbaan. De glijbaan? Of heb je liever de schommel? Ik vind de glijbaan die over de kop vloog. Ja, de glijbaan die over de kop gaat, of liever de schommel? Voor de schommel en voor de... Welke vind je leuker dan? De schommel en de glijbaan. Ja, maar welke van de twee vind je leuker? De schommel of de glijbaan? De schommel? Zullen we eens even kijken of dat echt zo is? Misschien vind je de glijbaan wel leuker. Oh, even opnieuw. Dus we gaan even kijken of jij de schommel leuker vindt. Even kijken wat hij zegt. Nee, hij heeft het fout. Dus dat betekent dat je de glijbaan leuker vindt. Kan dat? Of vind je de schommel echt leuker? Glijbaan. Ja, de glijbaan, hè. Ja, hij zegt dat. Zullen we even kijken of dat echt zo is? Vind je de glijbaan leuker? Ja, nee, dan vind je de glijbaan leuker. En Bendy, wat vind jij altijd leuker? Wat vind jij altijd leuk in de speeltuin? De klimrek. Het klimrek? Zullen we even kijken of dat echt zo is? Nou, gaan we even kijken wat hij zegt. Oh, hij zegt dat je liegt. Weet je zeker dat je het klimrek leuk vindt? Of is er iets anders wat je misschien leuker vindt? Schommel. De schommel? Gaan we even kijken of dat het is. Vind jij de schommel leuk? Ja. Ja, even kijken. Ja, je vindt de schommel leuk. Nou, dan weten we dat ook weer, toch? Nou, dan gaan we even kijken hoor. Jason, wie vind je eigenlijk het meeste lief? Vind je papa het meeste lief of mama het meeste lief? Wie van de twee? Papa. Papa? Nou, gaan we even kijken of dat echt zo is. Even kijken. Even kijken of dat echt zo is. Nee, je liegt. Vind je mama liever? Hè? Vind je mama liever? Kan het misschien dat je mama net ietsje klein beetje meer lief vindt? Ja, is het een klein beetje meer of heel veel meer? Klein beetje meer kijken of dat goed is. Even kijken hoor. Ja, een klein beetje meer. Maar je vindt papa ook wel lief, toch? Ja, hè? En Bentley, wie vind jij het meeste lief? Of vind je ze allebei even lief? Vind je allebei papa en mama net zo lief? Allebei. Ja, zullen we even kijken of dat echt zo is? Volgende.
Nou, even kijken of het echt zo is. Ja, nee, Bentley vindt ze wel gewoon allebei even verliefd. Nou, daar ben ik toch wel heel veel dingen achtergekomen hoor bij jullie. James, wil jij nog iets weten van Bentley? Wat wil je weten van Bentley dan? Papa en mama. Ja, dat weten we al toch? Maar wil je ook een vraag stellen aan Bentley, wat je wil weten? Zullen we vragen aan Bentley of hij jou lief vindt? Bentley, vind jij James lief? Vind jij James lief? Vind jij James lief? Daar moet je lang over nadenken. 2 hours later. Vind je James lief? Soms. Maar vind je hem meer lief of meer stout? Vaker lief of vaker stout? Vaker lief. Vaker lief. Zullen we even kijken of dat goed is? Nou, even kijken hoor. Ja, dat klopt. Dat klopt. En Jace, vind jij Bentley lief? Ja, vind jij Bentley lief? Zullen we dat ook even gaan testen dan? Ja! Nou, zullen we er nog eentje doen om af te sluiten, oké? Jace, wat is eigenlijk jouw lievelingsdier? Wat vind jij het leukste dier wat er bestaat? Olifant. Een olifant? Zullen we even kijken of dat echt zo is? Nou, even kijken hoor. Ik heb het soms gezien. Nee, je liegt. Is het misschien iets anders dan een olifant? Denk eens heel goed na. Een zebra. Een zebra. Denk je dat het een zebra is? Dan zullen we even kijken of het een zebra is. Nou, even kijken wat hij zegt. Ook niet. Wat zal het dan wezen? Een giraf. Een giraf? Zullen we even een giraf testen? Even kijken hoor. Ook al niet. Jeetje, wat zal het dan wezen? Een aap, dat zal het misschien wezen. Zullen we even kijken of het een aap is? Even kijken hoor. Ja, het is een aap. We hebben hem gevonden. Dus een aap is jouw lievelingsdier. Hè? Even kijken, Bentley. Gaan we eens even een moeilijke vraag aan jou stellen. Heb jij al een vriendinnetje op school? Nee. Nee? Nou, gaan we eens even kijken. Jij moet ook tegen mij zeggen vriendinnetje. Even kijken of Bentley een vriendinnetje heeft. Is er misschien een meisje waar je altijd mee loopt te spelen? Nee. Waar je altijd mee gaat spelen? Misschien een jongen. Nee, het zal geen jongen zijn, toch? Misschien heb je wel eens een keer met een meisje gespeeld en denk je van, oh, dat is wel aardig kindje. Is dat het misschien? Vind je misschien een meisje aardig? Hè? Nee, het gaat om een andere zeggen. Nee, ja, ik wil dit gewoon even weten. Vind je misschien een meisje aardig? Kan dat het zijn? Of lief. Of lief? Dat kan toch? Ik weet het. Als die maken zo'n grappie. Misschien, zal die een grappie maken? Hun maken een grappie. Hun maken een grappie. Ja, is dat zo? Is er echt geen meisje wat jij een beetje aardig vindt? Heel klein beetje aardig? Zal die een grapje maken? Zeg maar, hij maakt een grapje. Jij maakt een grapje. Nou, even kijken. Ja, hij maakt een grapje. Maar papa moet jullie wat vertellen. Nog één. Papa moet jullie wat vertellen. Dit is allemaal nep. Papa die doet dit allemaal. Dus alles was nep. Dus papa ging jullie helemaal in de maling nemen. Wat een hele grote prank. Vind je dat grappig? Ja. Kijk, wat papa kan doen is. Papa kan zeg maar
op die knopje drukken. Kijk, als jij je vinger erop legt. Zo, als jij die vinger erop legt. En papa druk je aan de zijkant op de volumeknop. Kijk, dan drukt papa op de bovenste. En dan gaat hij zeggen dat hij goed is. Let maar op. Zie je? En als jij nou je vinger erop legt bent. Dan gaat papa zorgen dat hij fout is. Moet je opletten. Dan doet papa de onderste knopje aan de zijkant. En dan gaat hij fout doen. Let maar op. Zie je? Dus papa heeft alles gedaan. Dus papa heeft jullie lekker in de maling genomen. Nee, 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 nee. Nee. Ja, jou ook. Grappig, hè? Nee. Grappig, hè? Zo. Nou, vonden jullie het een leuke prank van papa? Nee? Ja. Ah, maar het was toch wel even grappig? Ja. Ja, dat was wel even grappig, toch? Wat moeten de mensen doen als ze het een leuke video vonden? Even duimpje om. Hoog. Hoog. En wat moeten ze voor meer nog doen? Even abonneren en een leuk berichtje achterlaten, ja, toch? In de comments. In de comments. En we willen zoveel mogelijk duimpjes omhoog en heel veel duimpjes. Ja, 80 miljoen duimpjes. 80 miljoen duimpjes en dat is een beetje heel veel. Nee. Nee, hoeveel dan? 50 duimpjes. 50 duimpjes. Nou, gaan we proberen om 50 duimpjes omhoog te krijgen. 80. Nee, ik vind 50, als we proberen om 50 duimpjes voor deze video omhoog te krijgen, dan vind ik wel een hele mooie, hè? En ze moeten ook zeker volgende keer weer kijken, toch? Dan komt er weer een leuke video van de broertje. Ja. Zeg maar, doei! 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 Doei!